Welkom bij Markus 15, vers 37. Net daarvoor heeft iemand een doordrenkte spons op een lange stok gezet, op een stok in elk geval, en geprobeerd Jezus zure wijn te laten drinken. Waarschijnlijk van de soldaten die daar volgens Johannes een vat vol hadden staan om de wacht een beetje aangenamer te maken. En degene die dat doet, die zegt erbij, misschien komt Elia wel, laten we eens even wachten en kijken wat er gebeurt. Om Jezus te redden namelijk, want daar staat Elia dan in het volksgeloof onbekend. Dat hij de rechtvaardigen kon redden. Dan schrijft Markus in vers 37, maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. Dat het met het woordje maar begint, bij een heel stel vertalingen, dat doet denken alsof Jezus helemaal niet meer aan drinken toegekomen is. Volgens het evangelie van Johannes wel. Maar goed, dat is niet helemaal duidelijk bij Markus, wat hij daar nou precies mee bedoelt. Hij slaakte een luide kreet, zegt Markus. Letterlijk, hij laat een groot stemgeluid horen. Markus vertelt niet wat voor woorden dat daarin zitten. Lucas heeft een tekst die zegt, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En Johannes vermeldt, het is volbracht. En dat laatste is in één woord, tetelestai. Eén woord dat voldoende is om het totale missie en werk van Jezus te beschrijven. Het is afgerond, het is klaar. Zeer indrukwekkend. En ook hier moet je zeggen, verschillende getuigen hebben verschillende delen van de geschiedenis opgenomen, waargenomen en doorgegeven. En zo gaat dat nou eenmaal in het dagelijks leven. Een tweede luide schreeuw van Jezus. En deze heeft effect op de centurio, op de hoofdman. Daar ga ik niet alvast voor over zeggen, want dat komt straks wel. Maar dat betekent wel dat deze schreeuw, deze kreet, een andere inhoud had dan die vorige. Markus geeft maar twee keer aan het kruis aan dat Jezus een kreet slaakte. En deze is kennelijk anders dan die vorige, want die is vol van verlatenheid. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En deze is onderdeel van het feit waarom de centurio snapt wie Jezus is. Misschien is het wel de kreet die in Johannes Evangelie beschreven staat als tetelestai, het is volbracht. Nog een keer weer, gekruisigden schreeuwen niet luidkeels. Daar hebben ze niet de kracht voor, daar hebben ze het bloed niet meer voor, daar hebben ze niet meer de lucht voor. Dat kunnen ze gewoon niet. En de centurio, de wachtcommandant, weet als geen ander hoe dat werkt. Want dit zal ongetwijfeld niet zijn eerste executie geweest zijn. En dan is dit duidelijk, er is iets heel bijzonders. Een heel eigenaardig aan de hand. En schrijft Markus, Jezus blies de laatste adem uit. Dat betekent sterven. Dat is een uitspraak die wij ook gebruiken, een manier van beschrijven die wij ook gebruiken. De vier evangelisten gebruiken allemaal woorden waarin het woord geest, pneuma, voorkomt. Het is een wat plechtiger soort taal dan dat je gewoon zegt dat iemand dood is gegaan. Want daar zijn ook goede Griekse woorden voor. Nee, maar dit is van een wat hoger gehalte en dat het woord geest erin voorkomt, dat maakt het wel bijzonder. Er zijn nogal wat theologen die daar van alles en nog wat in lezen. Ik laat het hier even bij wat dat betreft. Het is wel een plotselinge dood, dat wil ik er wel over zeggen. En dat lijkt later ook wel uit de verbaasde reactie van Pilatus, die hoort dat Jezus al gestorven is en daarvoor juist zelfs ook de centurio laat komen om dat bevestigd te krijgen door de commandant van de lijfwacht, de commandant van de peloton in elk geval. Het is een plotselinge dood. Een gewelddadige dood, moet je ook zeggen. Maar niet in de zin van dat iemand door toedoen van een ander doodkomt. Maar het lijkt op een vrijwillige keuze van Jezus zelf. Kijk de tekst van Lucas maar na, waarin hij zegt, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Kort na 9 uur waarschijnlijk. Op het 9 uur eindigde de duisternis en ontwikkelen zich de dingen zoals Markus die in de vorige verse beschreven heeft. En kort daarna sterft Jezus. Een bijzondere dag om te sterven, want het is de dag voor de Sabbat. En volgens Joodse overtuiging was het zo dat wie op die vlak voor de Sabbat stierf, daarmee ook rechtstreeks de rust van Gods koninkrijk binnenging, de rust van de eeuwige Sabbat binnenging. En dat zou dus in dit geval naar hun optiek ook voor Jezus moeten gelden. Volgens een oude geloofsbelijdenis doet Jezus wat anders. Die gaat niet rechtstreeks tot het koninkrijk in, maar daalt af in het dodenrijk. Afgedaald ter helle, zegt een van de oude geloofsbelijdenissen.
Een oude overlevering zegt om de poorten van het dodenrijk open te breken. Om die te openen. Zodat dat de dood niet meer de uiterste macht is over het leven. Hoe het ook zit, Jezus is gestorven. Een bijzonder leven, een bijzondere dood. En nog is de geschiedenis niet voorbij. Wie denkt dat het hiermee klaar is, heeft het grondig mis. En daar zullen nog een heleboel lui achterkomen in Jeruzalem. Ga ik nou nog niks over zeggen. Mogelijk tot ziens. In elk geval God zegen toegewenst.